Pausanias boek 5, hoofdstuk 11.4. Pausanias beschrijft het Zeusbeeld van de tempel van, in Olympia. En na de god en de troon beschreven te hebben, komt hij nu bij het onderstel van de troon. Hij begint met epi. Epi is met een dativus, tois loipos, op de overige. En waarvan de overige zijn, staat met een genitief, dus de overige van de stangen. Hij had er al één beschreven in paragraaf 3, de stang recht tegenover de ingang. En nu zegt hij op de overige van de stangen is de logos aanwezig, is de schare aanwezig. En die is, dan wordt het lidwoord van logos nog een keer herhaald, dus wat erachter staat, sun Heraklei, hoort daar nog bij de schare met Herakles. En die is Magomenos strijdend. Nou, zij strijden pros Amazonas, strijden tegen de Amazones. Nou, het verhaal is bekend. Herakles, die moest de gordel van de Amazone zien te krijgen. De koningin van de Amazones, Hippolyte, die gaf die eigenlijk vrij eenvoudig. Hera, die vond dat jammer en stookte de andere Amazone op. En vervolgens kwamen zij toch in gevecht met Herakles. Pausanias heeft netjes geteld. Arithmos, een aantal. Het getal dus. De. En dan zien we, valt ook op dat er sprake is van een men. De constructie. Het getal dus. En dan sum amphoteron van hen samen. Sum plus amphoteros van hen beide samen. Is Enea kai aikosi 29. Maar er is wel een kanttekening. Men de, maar tetaktai, ook in het gelid geplaatst, is Theseus. En die is dan in het gelid geplaatst bij de sum magois, bij de samenstrijders, bij de bondgenoten toi Heraklei voor Herakles. Dat Herakles op het Zeusbeeld is afgebeeld is natuurlijk niet vreemd. Herakles als zoon van Zeus en Alcmene verdient wel een plekje bij zijn vader op de troon. De poten en de dwarsstangen van het beeld zijn dan beschreven. En Pausanias gaat dan vertellen aan Negusi. Zij houden omhoog. En dan een ontkenning. Oeg, niet houden omhoog. Hoi, podesmonoi. De poten als enige. De poten houden niet als enige tromtrommel de troon omhoog. Alakai, maar ook. En dan kiones. Kiones zijn zuilen. Die zuilen zijn isoi. Bij isoi hoort een dativus. Tois posi. Posi is de dativus meervoud. Van poes, poddos, genitivus, voet. Maar ook zuilen gelijk aan de poten. En die staan metaxu en dan participium es tekotes, een participium perfectum, congrueert ook met de kiones, de zuilen die zijn dus staand tussen metaxu plus een genitivus, toon podon, tussen de poten. Hyperaltijn is een infinitivus aoristus, eronder doorgaan. Oeg, hoionte estin is niet mogelijk. Hoionte esti is een vaste uitdrukking. Mogelijk zijn, in staat te zijn. En het is dus niet in staat, je bent niet in staat, het is niet mogelijk om eronder door te gaan. Waaronder je doorgaat, hypo wordt nog een keer herhaald van het werkwoord. En plus een actieve stom tronon onder de troon is niet mogelijk. Nou, hoe kom je op het idee? Hij is in Amuklai op het idee gekomen, zoals blijkt uit de zinnen van Hoosberge. Ke achter een woord geeft extra nadruk aan dat woord. Zoals ook Kai en Amuklais in Amuklai. En dan doen we eerst even de persoonsvorm. Par ergometa, wij gaan door. Het is vreemd dat hij hier opeens in een eerste persoon meervoud spreekt, zoals wij in Amuklai door zijn gegaan
esta entos to trono es plus een accusativus en entos plus een genitivus. Maar deze hele constructie hoort bij elkaar. Zoals wij... Zoals wij esta naar de dingen, entos binnen to trono, binnen de troon gaan. Dus nou, de tegenstelling tussen en amuklais en Olympia de, maar in Olympia, en dan is het onderwerp erumata en apargonta esti, is het hele gezegde. Erumata, beschuttingen, en het lidwoord ta hoort er nog bij. Erumata is een onzijdig meervoud. En dan kan de persoonsvorm een derde persoon enkelvoud zien, zijn. De beschuttingen zijn ta ab ergonta. Participium van ab ergo. Hier is het gesubstantiveerd. De dingen die het beletten. Hier is de derde betekenis. De eerste betekenis scheiden. De tweede betekenis is weghouden. De derde beletten. En hier is de derde betekenis van toepassing, want de beschuttingen zijn de dingen die het beletten. Wij zullen zeggen de beschuttingen beletten het, en die beschuttingen zijn pepoiemena, ook weer onzijdig meervoud, congrueerd met erumata. De erumata zijn gemaakt, troppon, op de manier, en daar hoort een genitivus bij, toigoon. Toigoon is hetzelfde als tijgoon. Op de manier van muurtjes, wanden zijn die gemaakt.